The subject of today's session is, of course, a verse that is drawn from Ecclesiastes chapter 3, verse 8, a time of war and a time for peace. Het onderwerp voor vanavond is een vers wat we hebben genomen uit Prediker. Prediker 3, vers 8. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Now, it would be natural to suppose that the choice of subject is due to current events. Current events, really, in so many places in the world today. Current events, of course, for me especially, for the people of Israel, given what we endured over the course of the summer. En dit vers is natuurlijk heel erg actueel. Als je kijkt naar de wereldsituatie, er zijn veel gebieden waarin oorlog geldt, gevaarlijke situaties. Maar ook waar de afgelopen zomer Israël mee te maken heeft gehad, gedurende wat daar allemaal zich heeft afgespeeld. En iedereen is daarvan natuurlijk op de hoogte. The truth is that the choice of subject was made back in the spring, when we mapped out the and it really didn't have to do with current events, but rather with the chapters in the book of Deuteronomy upon which we focus today, Deuteronomy chapters 20 through 25. En het onderwerp van vanavond is niet gekozen naar aanleiding van de gebeurtenissen in de wereld en Israël. Maar al in de lente is Rabbi Chaim hiermee bezig geweest. Omdat het ook gaat natuurlijk over de boeken die gelezen worden. En Deuteronomium 20 tot 25 was laatst aan de orde, gewoon in het schema. Of course, that shouldn't surprise any Bible believer. Everyone who believes the Bible has an ongoing message for us, believes that the words of the Bible are always relevant, always impact upon the world in which we are living. En natuurlijk voor ons bijbelgetrouwe gelovigen is het relevant om te weten dat de boodschap van de Bijbel altijd een doorgaande boodschap is. Het stopt nooit, het is altijd in beweging en het is altijd actueel. So on that note, we plunge into the Bible. En met deze opspring of deze inleiding gaan we de Bijbel openen. To see what the Bible is teaching us and of course how the Bible's lessons are also lessons on so many levels for life. En als we de Bijbel openen, dan kunnen we snel opmerken dat er zoveel lessen in staan in zoveel situaties. Voor de wereld, maar ook voor ons eigen leven. Let's start with Ecclesiastes chapter 3. We beginnen met Prediker hoofdstuk 3. The chapter of course begins, to everything there is a season, and a time to every purpose under the heavens. Vers 1. Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd. And what follows, of course, is a long, detailed, and dramatic list of everything that we encounter in life. En wat hierna volgt is een gedetailleerde lijst van allerlei situaties in het leven die herkenbaar zijn voor een ieder. And of course, the message of the opening verse is that all of these things are part of life and part of the world and the plan that God gives us. En als je dan terugkijkt naar het eerste vers, waarin dan wordt gerefereerd aan die lijst, alles heeft zijn uur en alles heeft zijn tijd. Dat geldt voor ieder mensenleven, dat geldt voor de hele wereld. En dat geldt ook op het tijdsplan, op het plan wat God heeft met onze wereld. So of course that includes a time to give birth, time to die, a time to plant, a time to pluck up that which is planted. En in vers 2 lezen we onder andere, er is een tijd om te baren, een tijd om te sterven.
een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken. And the final verse in this progression, in verse 8, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. En het einde van deze lijst vinden wij in vers 8, waar we lezen: een tijd om te beminnen en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. We're focusing in particular, at least for the coming minutes, on a time for war and what that means in Deuteronomy chapters 20 through 25. En we gaan eerst ons de komende minuten bezighouden met het eerste deel van deze zin. Een tijd van oorlog. En nemen dan ook een kijkje in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 20 tot 25. This is indeed a recurrent theme in these chapters. And we begin with Deuteronomy chapter 20, verse 1. Dit is dus het terugkomende thema voor vooral in Deuteronomium 20. Daar beginnen we zo direct te lezen in vers 1. En we kenmerken dat even dus door een tijd van strijd. When you go forth to battle against your enemies and see horses and chariots and a people more numerous than you, you shall not be afraid of them. For God your Lord is with you, who brought you forth out of the land of Egypt. Deuteronomium 20 vers 1 lezen wij: wanneer gij ten strijde trekt tegen uw vijanden, en gij ziet paarden en wagens, een volk talrijker dan gij, dan zult gij daarvoor niet vrezen, want de Heere uw God is met u, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Now beyond these obvious words of encouragement in going to battle, there is also a responsibility that we discern in these words. En dit zijn natuurlijk hele bemoedigende woorden als je ten strijde moet trekken, maar het houdt ook een verantwoordelijkheid in. You're not on your own. You're with God. That is a blessing, but it's also a responsibility to behave appropriately in God's presence. En de verantwoordelijkheid hierin ligt dat je niet op jezelf de oorlog intrekt, ten strijde gaat. Maar de Heere God is met je. En dat is natuurlijk een zegen. Maar dat heeft ook een waarschuwing, een verantwoordelijkheid in zich, dat je niet zomaar wat kan doen. So, what that indicates most directly is the message that the priest speaks to the people in verse 3. Hear, O Israel, you draw near this day unto battle against your enemies. Let not your heart faint, fear not, nor be alarmed. And the same reason, as we already noted, in verse 4, for God your Lord is he who goes with you to fight for you against your enemies, to save you. Vanaf vers 3 lezen we dan de toespraak die de priester zal houden ten opzichte van het volk wat zal optrekken. Hoor Israël. Gij staat thans vlak voor de strijd tegen uw vijanden. Laat uw hart niet week worden, vrees niet, word niet angstig en sidder niet voor hen. Want de Heer uw God is het die met u gaat om voor u te strijden tegen uw vijanden, ten einde u de overwinning te geven. I feel compelled to share with you that in the prayer that we recite in synagogues for the soldiers of the Israel Defense Forces in protecting us, we quote this verse, verse 4. For God your Lord is he who goes with you to fight for you against your enemies, to save you. En het laatste gedeelte wat wij lezen in vers 4. Want de Heer uw God is het die met u gaat om voor u te strijden tegen uw vijanden, ten einde om u de overwinning te geven. Dat vers wordt ook altijd in de synagoges gelezen en gebeden voor de soldaten van de IDF, van het Israëlische leger, als zij zo'n situatie meemaken, zo spannend als het afgelopen zomer. En dit bidden ze echt om de soldaten te bemoedigen en hiermee ook te zegenen. But again,
besides the promise, there is a responsibility. You need to conduct yourself in a manner that is worthy of God's presence being with you. And that means consideration. En juist ook om dit zo te bidden, daarmee ook echt uit te bidden, de verantwoordelijkheid die op de soldaten rust, hun bewust te maken van de aanwezigheid van de Heere God, zodat ze ook bewust een oorlog ingaan en bewust zijn van Hem, zodat ze niet kunnen doen wat ze maar willen, maar heel verantwoordelijk een strijd voeren. Now, typically, certainly, historically, the battlefield has been about the last place where one would expect to find consideration for one's fellow man. En juist, zoals dat vroeger was en ook heden te dagen, is juist het slagveld, het strijdtoneel, zul je niet echt een, zul je dat niet verwachten. Dat je juist daarin heel erg bewust moet zijn van je daden ten opzichte van de medemens. But when you go to battle with God's presence in your midst, consideration of your fellow man, even on the battlefield, is part of your responsibility. Maar als jij bewust een strijd, een oorlog ingaat, en je bent je bewust dat God in je midden is, dan ben je ook bewust dat je een verantwoordelijkheid draagt voor je mede soldaten, maar ook tegen degene waar tegen je moet vechten. So in verses 5, 6 and 7, we read of the statement that is made by the officers to the people, that a man who has built a new house and has not dedicated it, or who has planted a vineyard and has not redeemed its fruit, or who has betrothed a wife and has not yet married her, is to return to his house, to return to the home that he built, the vineyard that he planted, the wife whom he betrothed, lest he die in battle. En vanaf vers 5 tot en met 7 volgt er dan een uiteenzetting van de mannen die terug mogen keren naar hun huis. Dat geldt dan voor een ieder die een nieuw huis heeft gebouwd, maar het nog niet in gebruik heeft genomen. Dat geldt voor iemand die een wijngaard heeft geplant, maar de vrucht nog niet heeft genoten. En ook als iemand in getrouwd is of ondertrouwd is, mag die heen gaan en teruggaan naar zijn vrouw, aanstaande vrouw, om zo niet om te komen in de strijd. And beyond these particular reasons for the allowance to send the men home from the battlefield, in verse 8, a more general statement, what man is there that is fearful and faint-hearted? Let him go and return to his house, lest he cause his brethren's heart to melt as his heart. If he can't take it, go. We don't force him to stay. En een opmerkelijke uitspraak vinden we dan in vers 8 van Deuteronomium. Dan zullen de opzienders nog tegen het volk zeggen, want als de anderen al weg zijn gegaan, wie is bevreesd en week van hart, hij mag heen gaan en naar zijn huis terugkeren. Opdat het hart van zijn broeders niet versmelten zoals het zijne. Dus iedereen die de strijd niet in kan gaan omdat hij bevreesd is en bang, die raden ze dan ook aan van, ga maar terug naar huis, want je verzwakt zo het leger. En ze zullen ook niet gedwongen worden om dan te blijven en te moeten vechten. And a further example of this consideration for our fellow man, even our fellow soldiers, in Deuteronomy chapter 24, verse 5, when a man takes a new wife, this isn't the betrothal, this is after marriage, he shall not go out to war, neither shall he be charged with any associated business. He shall be free for his house 1 year and shall cheer his wife whom he has taken.
En zo komen we nog een uitzondering tegen van diegene die niet mee hoeft op te trekken in de oorlog. In Deuteronomium 24 vers 5. Zo net vonden we dus een man die in ondertrouw was. En in vers 5 lezen we dan van iemand die net getrouwd is. En hij heeft een vrijstelling van 1 jaar en hoeft dus niet het leger in te gaan. Maybe more than only consideration for the soldier. This is consideration for the people left behind on the home front. That is, his wife deserves his attention in that first year, so he doesn't go out to war. En deze uitzondering om niet in het leger te hoeven dienen is ook een opluchting natuurlijk voor de pasgetrouwde vrouw. In dit geval wordt er nou omgezien, want je bent natuurlijk net getrouwd en als je man naar het leger moet, sta je natuurlijk vol angst en vrezen uit. En hier wordt expliciet een uitzondering gemaakt, zodat ze elkaar ook dat ze een plezierig jaar zullen hebben. Want dat is natuurlijk de bedoeling van het huwelijk. But consideration does not refer only to consideration for the physical, social life of our soldiers, also their spiritual lives. En deze uitzonderingen betreffen niet alleen de sociale mannen die zo op het sociale gebied niet mee hoeven te draaien, maar het geldt ook voor het geestelijk vlak. I don't have to tell you, we can unfortunately glimpse this all too well in current events, that the military camp can be the scene of some of the worst, most vulgar abuses of holiness, of sanctity, of morality. En juist ook een kamp, een legerkamp, zal eigenlijk moeten uitblijken, ook op dat gebied, dat het moraal hoog staat. Dat het een geestelijk schoon kamp is. Met een hoge moraal, waar Gods wetten zeg maar bovenaan staan, zodat je het ook geestelijk schoon houdt. We read then in Deuteronomy chapter 23, beginning in verse 10, when you go forth in camp against your enemies, you shall keep away from every evil thing. We lezen in Deuteronomium 23 vers 10, dus dan gaat het over de reinheid van de legerplaats, ook op geestelijk gebied dus. Wanneer onder u een man is die niet rein is ten gevolge van wat hem desnachts is overkomen, dan zal hij buiten de legerplaats gaan. Hij zal niet binnen de legerplaats komen. There is a matter of spiritual defilement. And if anyone is in such a state, then we read in verse 11, he shall go outside the camp and he shall immerse himself in water, and only after the sun comes down may he come back within the camp. En we lezen dan in vers 11, dan zal hij zich tegen het vallen van de avond met water wassen, en bij zonsondergang mag hij binnen de legerplaats komen. Dus als hij onrein is, op wat voor manier dan ook, zoals God het heeft overgebleverd in zijn woord, dan moet hij daar toch de verantwoordelijkheid voor nemen om zijn maten, of zijn medestrijders, niet in gevaar te brengen, ook niet op het geestelijke vlak. In verses 13 and 14, we read additionally about consideration for hygiene. En als we dan verder kijken naar vers 13, vinden we ook een regel, een leefregel die de Heer God heeft ingesteld voor de hygiëne binnen het legerkamp. You are to have a place outside the camp, which is set aside as a lavatory, as a place to relieve oneself. En dan staat dan, gij zult bij uw uitrusting een schopje nemen, en wanneer gij buiten gaat zitten, maar daarmee een gat graven en uitwerpselen weer bedekken. Dus dit was echt een buiten toilet, zoals God het heeft ingesteld, omdat het legerkamp rein zou blijven en vooral hygiënisch. And every soldier, as part of his equipment,
is to have something to dig a hole when he needs to relieve himself and then to cover up his excrement. En het is zo mooi wat je hier dan ziet staan ook, dat iedere soldaat een schopje had om hiermee daarin ook te kunnen voorzien. Je gaat dus buiten het legerkamp, gaat naar een toilet, of tenminste je maakt een gat in de grond, doet je behoefte en dekt het dan ook af met dat schopje en grond en gaat weer terug. I'll add here that I recall from basic training in the Israel Defense Forces, when I was a good deal younger than I am now, that part of the equipment that we all received in our kit bag was a shovel. En Rabbi Chaim herinnert zich nog in zijn tijd toen hij moest opkomen voor het leger. Dat is dus een tijdje geleden, toen hij nog ietsjes jonger was. In de basistraining werd hier inderdaad, en wordt hier nog steeds in voorzien, iedereen heeft een klein tasje met spullen voor je persoonlijke hygiëne, met daarin inderdaad een klein schopje. Now, concern for hygiene obviously pertains most directly to physical health. En de noodzaak van hygiëne en de regels daaromtrent zul je altijd in verband brengen met de gezondheid van je lichaam. But it also pertains to spiritual health. Even if you are in an army camp on the way into battle, you don't become an animal. You behave with the sanctity of a human being. En het belangrijke principe hier is dat het ook inderdaad voor het geestelijk welzijn ontzettend belangrijk is. Want je trekt een strijder. En je moet het geestelijk welzijn ook verzorgen. Het wil niet zeggen dat als je ten strijde trekt, dat je je gedrag en alles wat erbij hoort, dat dat verandert als het gedrag van een dier. In verse 15 we read, "For God your Lord is manifest in the midst of your camp to deliver you and to give up your enemies before you. Therefore shall your camp be holy." En dan lezen we verder in vers 14. "Want de Heer uw God wandelt in uw legerplaats om u te redden en uw vijanden aan u over te geven." But our concern isn't only for our soldiers, to show consideration to them or to the people they leave behind. Our concern even extends to the enemy. Want hier is het dus weer heel erg belangrijk dat er wordt opgewezen dat God in hun midden is. Zij behoren zich menselijk te blijven gedragen en daarvan ook bewust te zijn voor diegenen die optrekken en ook voor diegenen die achterblijven in het legerkamp. Back to Deuteronomy chapter 20, in verse 10. "When you draw near unto a city to fight against it, first propose peace to it." We kijken verder en we gaan even weer terug naar Deuteronomium 20, vers 10. En daar lezen wij: "Wanneer gij een stad nadert om daartegen te strijden, dan zult gij ze vrede aanbieden." In verse 11: "And it shall be, if it answers you with peace and opens unto you, then all the people that are found in it will become tributary to you and shall serve you, but you don't hurt a single person." Vers 11: "En als zij u dan een vredelievend antwoord geven en de poort voor u opent, dan zal de gehele bevolking die zich daar bevindt u tot herendienst verplicht zijn en u dienen." Only if it will not make peace with you, but makes war against you, then, and only then, you shall besiege it. Vers 12: "Maar als zij geen vrede met u sluit, doch de strijd met u aanbindt, dan zult gij ze belegeren." Dus alleen dan mag je dus ook aanvallen. In het andere geval, als mijn mensen zich overgeven, mag je ze vooral niet pijn doen. And even in the siege, you still need to have appropriate consideration, not just for people, for nature, for the world, for the environment.
En ook inderdaad, als er bijvoorbeeld een staakt het vuren is, of er is, dan ook heb je die verantwoordelijkheid om te kijken naar de stad, de natuur, de mensen om je heen. In chapter 20, verse 19, when you shall besiege a city a long time in fighting against it, take it, you shall not destroy the trees thereof by wielding an axe against them. For you may eat of them, but you shall not cut them down. Kijken we verder naar vers 19, waar dat ook staat opgeschreven. Wanneer gij lange tijd een stad belegert, daartegen strijden om haar in te nemen, dan moogt gij het geboomte daaromheen niet vernietigen door de bijl erin te slaan. Maar gij moogt daarvan wel eten, doch het niet vellen. Only the trees that you know are not fruit-bearing trees, are not trees for food, you are permitted to cut down because they're there to use for wood, but the scorched-earth policy of destroying the environment, the Torah strictly forbids. Het is opmerkelijk inderdaad dat de Torah het echt ook verbiedt om vruchtbomen in dit geval ook te vernietigen. We lezen dat in vers 20. Alleen het geboomte waarvan gij weet dat het geen geboomte met eetbare vruchten is, dat moogt gij vernietigen en vellen om een belegeringswal te bouwen tegen de stad die met u strijd voert, totdat zij valt. Zo zie je dat Gods leefregels juist ook in de oorlog en in een slagveld of in een beleging ontzettend belangrijk is. Die gelden voor mens en dier, maar ook voor de natuur. And finally, on this theme of consideration, we consider one additional passage in Deuteronomy chapter 21, beginning in verse 10. We gaan nog even verder naar Deuteronomy 21, vers 10. Daar lezen we verder. Now, I must admit that on many levels, it's very clearly apparent here that this is a very unseemly passage that we would like to avoid, and we should certainly do our utmost to avoid. En wat we hier straks zullen gaan lezen is een belangrijk nieuw gebied wat ook besproken is en opgeschreven in Gods woord, maar het is toch inderdaad iets wat we liever zouden vermijden. But the Torah makes an allowance for the less than admirable characters of some of the people and does its utmost, at the very least, to limit the way such people will behave themselves. En Gods woord en de Torah heeft God en zijn wijsheid laten opschrijven dat er kunnen natuurlijk mensen zijn die toch niet van karakter zo zuiver altijd zijn of toch een dwarsweg daarin gaan, hun karakter daarin volgend, geen mededogen hebben misschien met een krijgsgevangene of wat dan ook maar. Daarom heeft God dat ook heel streng en correct laten opschrijven. En dat zullen we ook zo direct lezen in dit stukje. So, if you go forth to battle against your enemies and God delivers them into your hand and you carry them away captive and see among the captives a beautiful woman and you desire her and would take her as your wife. We lezen vers 10 en 11. Wanneer gij uittrekt en strijdt tegen uw vijanden en de Heer uw God hen in uw macht geeft en gij uit hen gevangenen maakt en gij ziet onder de gevangenen een vrouw schoon van gestalte, zodat gij behagen in haar hebt en haar tot vrouw wilt nemen. Even after the battle is over, consideration to others, even your enemies, your captives, is an unequivocal obligation. En hierin wordt dus heel duidelijk nog bevestigd dat in een oorlog, na een oorlog, als je mensen gevangen hebt genomen, dat je verantwoordelijk bent hoe je met je medemens in dat geval omgaat. God is hier heel duidelijk in zijn woord. As we read in verse 12, you bring her home to your house, and then what ensues is giving her a full month to bewail her father
and her mother to mourn for them, and only after that are you permitted to take her as your wife. Kijken even naar vers 12 en 13. Dan zult gij haar in uw huis brengen. Zij zal haar hoofd haar afscheren, haar nagels knippen, het kleed dat zij bij haar wegvoering droeg afleggen en in uw huis blijven om haar vader en moeder een volle maand te bewenen. Daarna en alleen pas daarna moogt gij haar tot vrouw, gij tot haar komen en haar huwen, zodat zij uw vrouw wordt. But even though she was your captive, that means marriage. That does not mean ownership. En ook al was zij een krijgsgevangene of een gevangene, dan nog moet je dus met haar trouwen. Het is niet zo dat ze een bezit van je is. And so in verse 14 we read, and it shall be, if you have no delight in her, then you shall let her go whither she will. But you shall not sell her at all for money. You shall not deal with her as a slave, because you afflicted her. And you have to show her consideration. Vers 14. Hebt gij geen behagen meer in haar, dan zult gij haar laten gaan waarheen zij wil. Gij moogt haar in geen geval voor geld verkopen. Gij moogt haar niet als een slavin behandelen, want gij hebt haar gedwongen. Hierin wordt dus heel nadrukkelijk de verantwoordelijkheid gelegd voor je medemens, ook op gevangenen. En God wil het zo hebben. So of course on all these planes, the message that emerged from these passages was a message of consideration. Consideration toward your soldiers, your fellow soldiers, both physically and spiritually. En de afgelopen, wat we nu net hebben behandeld, was dus heel erg duidelijk dat er wordt gesproken over de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid die je hebt ten opzichte van je medesoldaten. And even consideration for your enemies, and consideration for the environment, and even consideration for your captive after the battle is done. Maar ook dat je verantwoordelijk en zorgzaam moet zijn en blijven voor je omgeving, voor de natuur, zowel de dieren als de planten, en ook voor je gevangenen. And yet, while we have all these messages of consideration, there is nonetheless, time for war. En ondanks alle deze regels die opgesteld staan, het blijft toch ook een tijd van oorlog. The Torah's message is one of consideration, but it is not one of pacifism that regards peace as the only goal. En de Torah is hier heel erg duidelijk in. Het is niet een passieve rol die het volk wordt opgelegd, maar een actieve rol. En het doel is misschien wel vrede, maar niet altijd. Just consider Deuteronomy chapter 25, verses 17 through 19. We're starting with Deuteronomy 25, verse 17. Remember what Amalek did unto you, by the way, as you came forth out of Egypt. Hierin wordt gedacht, vers 17 begin ik te lezen. Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht toen gij uit Egypte getrokken was. Amalek was the first to battle with you. And in verse 19 we read that it shall be when God your Lord
has given you rest from your enemies round about in the land that God your Lord gives you for an inheritance to possess it, you shall blot out the remembrance of Amalek from under heaven. You shall not forget. Zoals we weten was Amalek het eerste volk wat echt de confrontatie aanging en de oorlog opzocht met het volk Israël nadat ze uit Egypte waren vertrokken. In vers 19 lezen we dan: als dan de Heer uw God u rust gegeven heeft van al de vijanden rondom u in het land dat de Heer uw God u ten erfdeel gegeven zal om het te bezitten, dan zult gij de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen. Vergeet het niet. This is a commandment of God, to go to war. Dit is een opdracht, een verordening van God om de oorlog juist op te zoeken. That's also part of what we learn from the Torah's message regarding a time for war. En dat is dus ook een boodschap die in de Torah gegeven wordt, in dit geval, een bevel van de Heere God om op te trekken tegen een ander volk. And of course, truth is that this is part of a much broader message that emerges when we consider what Torah teaches us on the subject of war. En natuurlijk is dit een onderdeel van een groter geheel, wat de hele Torah, of door de hele Torah, wat dat, komt dat terug, ons leert over oorlog. In Genesis chapter 14, we read for the first time in the Torah, indeed, for the first time in human history, about war. Het woord oorlog komen we het eerste tegen in Genesis hoofdstuk 14. It is a war of, as we read in verse 1, Amraphel, king of Shinar, Arioch, king of Elasar, Kedor Laomer, king of Elam, and Tidal, king of Goyim, against, in verse 2, Bera, king of Sodom, Birsha, king of Gomorrah, Shinav, king of Adma, Shem Eber, king of Tzvoim, and the king of Bela, Tzoar. En we lezen daar vers 1 en 2 van de eerste echte grote oorlog en waar dat woord dus ook terugkomt. Het gebeurde nu in de dagen van Amraphel, de koning van Sinear, Arioch, de koning van Elasar, Kedorlaomer, de koning van Elam en Tidal, de koning der volkeren, dat deze oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, Birsa, de koning van Gomorra, Sinab, de koning van Adma, Simiber, de koning van Siboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. Well, the part that's most directly relevant for our purposes is in verse 12 we read that the victorious kings took Lot, Abraham's brother's son, and his goods, and departed. They took him captive. En we gaan verder kijken naar vers 12, het doel van deze oorlog later, hoe die ten wordt uitgevochten en het eind van deze strijd. Dan lezen we namelijk dat ook namens zijn Lot mede, de zoon van Abraham's broeder en zijn haven, en trok aan af. Hij nu woonde te Sodom. En in vers 14, when Abraham, the man who personified kindness and compassion, heard that his relative, Lot, had been taken captive, he doesn't hesitate. He is not a pacifist. He takes his trained men of his household and he pursues the enemy. In vers 14 lezen we dan, toen Abraham hoorde dat zijn broeder als gevangene was weggevoerd, bracht hij zijn geoefenden, diegenen die in zijn huis geboren waren, in de strijd. En dus de reactie van Abraham in dit geval was zeker niet passief. Maar hij ging gelijk aan het werk en monsterde al zijn goede en beste manschappen en ging achter Lot aan om hem te bevrijden. En in vers 15, he goes to battle. He divided himself against them by night, he and his servants, and smote them and pursued them unto Chovah, which is on the left hand of Damascus.
Verder lezen we in vers 15. En ze verdeelden zich des nachts tegen hen in troepen, hij en zijn slaven, en versloegen hen en achtervolgen hen tot Gorba toe, dat ten noorden van Damascus ligt. And of course he brought back all the goods, all the captives, including Lot, his nephew. En hij bracht, dat lezen we ook in vers 16, alles terug, de haven, zijn broeder Lot. En hij bracht ook de vrouwen en het volk, alles bracht hij terug. We can't possibly miss the point here, that the first time in the Bible that we read about war, the righteous patriarch Abraham involves himself in it. Because if there is a battle to be fought on behalf of the captive, on behalf of the afflicted, the smitten, Abraham doesn't hesitate. He fights the battle. Abraham, en hier is de rechtvaardig, en het is opmerkelijk dat juist in de eerste keer wanneer echt van een oorlog wordt gesproken, Abraham, hij is rechtvaardig, hij doet het goede en trekt er direct op uit en strijdt vrijwillig om zijn broeder Lot te bevrijden en alles wat hem toebehoort. Dat is een goed voorbeeld van hoe iemand dus heel actief opkomt voor een gevangene of een broeder. Misplaced compassion is not only inappropriate, it is a sin. Misplaatste compassie met iemand is niet altijd wenselijk. Het kan ook een zonde zijn. When one shows inappropriate compassion to the cruel, it unfortunately, almost inevitably, leads to showing cruelty to the compassionate. Want het kan ook zo zijn dat als jij heel erg begaan bent en heel veel compassie voelt voor wat er is gebeurd, dus je gevoelens gaan daar in de vrije loop, dan kan het ook zijn dat jij zelf, zeg maar, buitensporig geweld gaat gebruiken om de zwakke in dit geval te bevrijden, je broeder of je gevangene, en daaraan buitenproportioneel geweld zal gebruiken. This is a message that emerges from two very different, but actually very similar stories that we read in the prophets. En dit komen we ook tegen in een van de profeten, of in de profeten, wat hier heel erg op lijkt. Apropos of what we saw in Deuteronomy chapter 25 with respect to the divine commandment to do battle with Amalek, in the first book of Samuel, in chapter 15, verse 1, we read of God's command through the prophet Samuel, King Saul. En zoals wij dus net in Deuteronomium 25 hebben gezien dat het een goddelijk bevel is en een opdracht aan het volk om op te trekken tegen Amalek en dat ook volledig te vernietigen, zien we dat ook in 1 Samuel 15, dat er ook zo'n soort van goddelijk bevel en opdracht komt door de mond van Samuel. In chapter 15, verse 2, thus said the God of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he set himself against him in the way when he came up out of Egypt. Vers 2, dus 1 Samuel 15, vers 2. Zo zegt de Heere der Israëlen, ik doe bezoeking over wat Amalek Israël heeft aangedaan, hoe hij zich hem in de weg heeft gesteld toen hij uit Egypte trok. Verse 3, now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have. Spare them not. Slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. Ga nu heen, versla Amalek. Slaat al wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel. Now in verse 6 we see consideration as the Torah guides us in action. When King Saul says to the Canaanites, go, depart, get you down from among the Amalekites, lest I destroy you with them, for you showed kindness to the children of Israel when they came up out of Egypt.
vers 6. Zo nu zei het tot de Kenieten, ga heen, verwijdert u, trekt weg uit het midden der Amalekieten, opdat ik u niet met hen verdelg. En dat is dus een mooie zin waarop de Torah dus inderdaad wordt beleefd en in actie komt, actief wordt beleden, dat Saul in dit geval dus eerst de Kenieten waarschuwt om uit het midden weg te gaan. Dus dat is een hele verantwoordelijkheid die hij zelf ook op zich neemt en hier nou handelt. In verse 7, we see Saul obeying God's command, and Saul smote the Amalekites from Havilah as you go to Shur, that is in front of Egypt. Vers 7, en Saul versloeg Amalek van Havilah af tot in de nabijheid van Zoer, dat ten oosten van Egypte ligt. But, verse 8, we see, and he took Agag, the king of the Amalekites, alive. Maar dan, vers 8. Maar Agag, de koning van Amalek, greep hij levend. And in verse 9, we read further that Saul and the people spared Agag and the best of the sheep and the oxen and so on. En vers 9, Saul spaarde niet alleen Agag, de koning dus, maar ook het beste van het kleinvee en de runderen en alles wat, en ook het beste van de lammeren, alles wat waardevol was. But God said, spare no one, destroy everything. That was God's command. De opdracht van God was om niemand te sparen en juist om alles te vernietigen. And so we read in verse 10, then came the word of God to Samuel, saying, vers 10, toen kwam het woord des Heeren tot Samuel. Verse 11, it repents me. I regret that I set up Saul to be king, for he is turned back from following me and has not performed my commandments. Vers 11, het berouwt mij dat ik Saul tot koning heb aangesteld, want hij heeft zich van mij afgekeerd en mijn bevelen niet uitgevoerd. Hierop ontroerde Samuel hevig. Indeed, we read in the continuation that King Saul lost his right to a kingdom in God's judgment because of this sin of failing to obey God's mandate. En het oordeel volgt eigenlijk direct omdat koning Saul dus niet gehoorzaam is geweest aan de opdracht die expliciet was gegeven aan hem door Samuel van Gods wegen. In a similar fashion, in the first book of Kings, in chapter 20, we read of the ongoing battles between the kingdom of Israel, the king was Achav, and the kingdom of Aram. We gaan verder kijken naar een soortgelijke situatie in 1 Koningen vers 20. En daar wordt ook een oorlog beschreven. En in verse 28, we read that the prophet, a man of God, spoke to Achav, the king of Israel, and said, because the Arameans have said, God is a God of the hills, but he is not a God of the valleys, so they think they'll be able to vanquish Israel. Therefore will I deliver all this great multitude into your hand, and you will know that I am God. In vers 28, toen naderde de man Gods en zeide tot de koning van Israël, dat is bij Afek, zo zegt de Heere, omdat de Arameërs gezegd hebben, de Heer is een berggod en geen god der vlakten. Daarom zal ik deze gehele grote, rumoerige scharen in uw macht geven, opdat gij weet dat ik de Heere ben. Now, this is a promise, but it's also a responsibility. I will deliver all this great multitude into your hand. En dit is dus een opdracht, maar ook een verantwoordelijkheid. God zal dus dat hele volk in hun handen geven. And
In verses 29 and 30, we read of the ensuing battle, which was a great victory for Israel and an utter defeat for Aram. En we zien het verder in vers 29 dat het inderdaad een langdurige, het was een hevige strijd. Maar God gaf inderdaad Israël de grote overwinning. En het volk van Aram, de Arameërs, die werden jammerlijk verslagen. And we read that Ben-Hadad, the king of Aram, narrowly escapes and is holding out in an inner chamber, a chamber within a chamber in the city of Afek, without any options for what to do. We lezen verder inderdaad, de koning inderdaad van Aram, die vluchtte dus ook echt weg naar een andere stad, van kamer naar kamer, want hij wist niet wat hij anders nog moest doen. In verse 31, his servants have a plan. Behold, now we have heard that the kings of the house of Israel are merciful kings. So, let's go out to the king of Israel and beseech him on your behalf. En het is opmerkelijk wat er staat in vers 31. Toen zeiden zijn dienaren, dus van de koning die zo bang was en van kamer tot kamer moest vluchten. Toen zeiden de dienaren tot hem, zie toch, wij hebben gehoord dat de koningen van het huis Israëls waarlijk genadig koningen zijn. Laten wij rouwgewaden om onze lenden doen en koorden om ons hoofd. Laten wij zo uittrekken tot de koning van Israël. Misschien zal hij uw leven sparen. And sure enough, in verse 32, the servants go and come to the king of Israel, and they said, your servant Ben-Hadad says, I pray you, let me live. And he, Achav, says, is he yet alive? He is my brother. Een mooie ontknoping van dit verhaal, wat we zien is inderdaad dat Ben-Hadad inderdaad zo verschijnt aan de koning van Israël. En hij smeekt dan ook van hem, mogen toch mijn leven gespaard blijven. Daarop zeide hij, de koning van Israël, leeft hij nog? Hij is mijn broeder. En in verse 34, Achav makes a covenant with Ben-Hadad and lets him go. En waarop hier volgde, dat lezen we onder andere in vers 34. De koning Achab, die sluit juist een verbond ook zelf nog met deze koning Ben-Hadad. And much as the message that God conveyed to the prophet Samuel, who in turn conveyed it to King Saul after the battle of Amalek, we read of the prophet who comes to Achav in verse 42, because you let go out of your hand the man whom I had designated to destruction. Therefore, your life shall go for his life, and your people for his people. En we lezen verder in vers 42 ongeveer dezelfde uitkomst als toen met Saul, waarin de opdracht van God heel duidelijk was dat hij alles met de ban moest slaan en het hele volk moest vernietigen. Zo lezen we dat ook in deze, in vers 42, ongeveer hetzelfde verhaal. En hij zeide tot hem, zo zegt de Heere, opdat gij de man die onder mijn ban staat, uit uw hand hebt laten gaan, zal uw leven in de plaats van het zijne wezen en uw volk in de plaats van zijn volk. So of course we see that there is an obvious kind of parallel between what we saw regarding the commandment that God had given to the prophet Samuel regarding King Saul in Samuel 1, chapter 15, and what we see regarding King Achav in the battle against Aram in Kings 1, chapter 20. Dus in feite is het een parallel verhaal en er komen heel veel dingen overeen. Zowel de opdracht aan koning Saul gegeven in 1 Samuel 15, als ook de opdracht aan koning Achab gegeven in 1 Koningen 20. There are a couple of important additional dimensions that I think we need to bear in mind. Maar er zijn toch ook een paar dingen die we vooral
ons goed moeten bedenken en die we moeten onthouden. One that we didn't actually see in the text, but that pertains to the context of the text that we saw, is that almost immediately in the aftermath of these two passages, we see terrible crimes committed by the kings who are described in these passages. En het opmerkelijke wat ook tussen deze twee koningen hetzelfde is, zijn eigenlijk juist doordat zij God hebben weerstreefd, ze zijn niet gehoorzaam geweest, ze worden daarvoor gestraft, volgt een oordeel. Maar juist de hoofdstukken die daarna ook volgen, wijst ook op dat er vreselijke misdaden worden gedaan door beide koningen. In the case of King Saul, after this extraordinary and inappropriate compassion to Agag as king of the Amalekites, we read in the continuation of the first book of Samuel, in chapter 22, of how King Saul orders the execution, the annihilation of all of the city of Nov, the city of the priests, because he unjustly accuses them of complicity with David in rebelling against him. We gaan even terug naar Saul, omdat hij juist compassie heeft gehad met de koning, Agag. Hij is ongehoorzaam geweest naar de Heere God toe voor zijn bevel. Zie je dus dat het verdere leven van Saul ook helemaal ontspoort. En een opmerkelijk verhaal waar dat echt tot expressie komt, is 1 Samuel hoofdstuk 21, waarin David bij Not is, te Not is, bij de priesters. En jullie kennen ongetwijfeld dat verhaal. En dat David, of Saul, inderdaad ook optrekt en die priesters allemaal uitmoordt. Chapter 22. En we gaan nog even kijken naar hoofdstuk 22. Ja, oké. Oh, dat was in hoofdstuk 22. And in the case of King Achav, in the very next chapter, first book of Kings, chapter 21, we read of King Ahab's coveting the vineyard of Naboth the Jezreelite and contriving to have him unjustly put to death in order to be able to seize his vineyard. En een gevolg in Ahab's leven, juist doordat hij ongehoorzaam is geweest op hetzelfde gebied, ten opzichte van de Heere God, zie je hoe zijn leven ook ontspoort. En dat wordt vooral beschreven, waar we dat kunnen lezen, is in de wijngaard van Naboth, 1 Koningen 21, 22, waar wordt geschreven inderdaad dat Agab heel graag die wijngaard wilde hebben. Iedereen is bekend met dat verhaal. En hoe hij inderdaad die wijngaard inderdaad in handen krijgt, maar op een hele vreselijke en misdadige manier. In both instances, the message that when one shows inappropriate compassion to the cruel, to the wicked, one will end up showing inappropriate cruelty, evil to the compassionate. Opmerkelijke conclusie kun je hier aan verbinden is, dus als jij compassie hebt en mededogen hebt met een slecht iemand, echt met een goddeloos iemand, dan zal het jezelf dus ook inderdaad erg slecht vergaan en eindig je misschien nog wel slechter dan diegene zelf. And of course, once again we stress, these shows of compassion were inappropriate. And in fact, we're sinful.
Dus het is opmerkelijk dat juist deze, dit mededogen voor een ander, voor een medemens, juist ontzettend zinloos was, maar ook echt tegen de regels in. Dat heeft een hele andere uitkomst dus ook. Still and all, I think there's an important message here to consider that the sinfulness is expressed in excessive compassion. Ironic, isn't it? En het opmerkelijke is juist dat de conclusie ook moet zijn van, het ligt heel dicht bij elkaar. Want je moet eigenlijk wel compassie en mededogen hebben. Hè? Dat staat ook heel nadrukkelijk in de Torah. Maar het ligt heel dicht bij elkaar. Especially when you consider that message of the servants of Ben-Hadad, the king of Aram, in Kings 1, chapter 20, verse 31. We've heard that the kings of the house of Israel are merciful kings. En als je bedenkt wat er wordt geroepen in 1 Koningen 20, vers 31. Zie toch, we hebben gehoord dat de koningen van het huis Israëls waarlijk genadige koningen zijn. Well, what made them merciful? Maar wat maakt dan dat zij zo vol compassie worden beschreven? Dat zij inderdaad ervan uitgaan dat ze mededogen zullen vinden? What was the difference between them and the other kings of other nations? Wat is het verschil tussen deze koningen en koningen van andere volkeren? And of course, you know, the only difference is they had the Torah. Mm-hmm. Maar het enige verschil, dat weten we natuurlijk, het volk van God. Even though they weren't exactly the most faithful, obedient followers of the Torah, they still had the Torah and it affected them. Wat dus inderdaad opmerkelijk is, zij hebben natuurlijk de Torah, de koningen en het volk van God. Ze hebben daar niet altijd aan gehouden, niet helemaal vlekkeloos, we weten dat natuurlijk. Maar toch maakt het een wezenlijk verschil. En this message of the Torah is undoubtedly one that results from everything we've seen. The Torah inculcating in us that message of consideration. And indeed, on some plane, of compassion, even with respect to our enemies. En deze opdracht, geschreven in de Torah, heeft een uitwerking in elk gebied van het leven, maar speciaal ook in oorlogstijd, en wat echt ook van binnen wordt zo beleden, maar ook wat heel nadrukkelijk zal moeten worden opgevolgd. This is an idea that we see expressed in a somewhat different vein, in a different kind of battle. Described in Deuteronomy chapter 13, from verse 13 and on. En dit is ook een iets wat beschreven wordt in Deuteronomy 13. This is a battle that we fight, fortunately, against a city of Israel. En dit is heel opmerkelijk, want dit gaat ook over een oorlog, over een strijdtoneel. Maar dan over een strijd en een oorlog in Israël, een stad of een dorp in Israël. The wayward city that has been seduced into following other gods and has thus become a city that is to be destroyed. This is what we read in chapter 13. En hierin wordt dus beschreven juist een stad of een dorp in het gebied zelf. En deze mensen zijn afgoderij gaan bedrijven. En de opdracht is dan ook dat je zo'n stad volledig moet vernietigen. We are commanded in verse 16 to destroy it utterly. All of it, even the livestock in it, by the edge of the sword. Vers 16 onder andere. De gehele buit zult gij midden op het plein bijeenbrengen en gij zult de stad met de gehele buit met vuur verbranden
als een brandoffer voor de Here. Volledig moet het dus worden vernietigd. Dat is de opdracht. Utter destruction. We read in verse 17. It shall be a heap forever. It shall not be built again. Vers 17. Ook zal niets van het gebannene aan uw hand kleven, opdat de Heere zijn brandende toorn laat varen, uw barmhartigheid betonen. And in verse 18 we read, and there shall cleave nothing designated for destruction to your hand, that God may turn from the fierceness of his anger, to give you compassion and have compassion upon you and multiply you, as he swore to your fathers. Ik ga nog even terug, want deze teksten overlappen elkaar. Wij lazen dus inderdaad in vers 17 dat niets van het gebannene aan de hand mag kleven, opdat de Heere zijn brandende toorn laten varen, uw barmhartigheid betonen, zich over u erbarmen en u talrijk maken, zoals hij uw vaderen gezworen heeft. There is what appears to be, in the Hebrew, a redundancy. I don't know if it's preserved in the translations, but that God will give you compassion and have compassion upon you. What's the doubling? Giving you compassion and having compassion upon you. Denny, we're losing you again. Denny? Yes, I'm here. Okay, yeah, I think we lost you again. Yeah, but I saw also you, the camera was also out in your direction, so maybe... Absolutely. Maybe it was me. Is the problem with me? Maybe we both. I don't know, Okay. Yeah, I used to have, until last week, I was having internet problems myself, but I hope my problems are solved, are cured. Okay. Just a moment for Flip. Ik zag inderdaad het beeld van Rabbi Chaim ook even weer, weet je, even stoppen, weet je wel. Dat we net even de verbinding kwijt zijn. Maar het kan bij hem liggen of het kan bij mij liggen. Dat weet ik dus niet helemaal zeker. So when we consider this apparent redundancy, that is both giving you compassion and having compassion upon you, one interpretation that certainly flows with the text in the original Hebrew is, besides God having compassion upon you, God will give you the attribute of being compassionate. Make you compassionate. Mm. Rabbi Chaim wil even wijzen op die verdubbeling van die barmhartigheid die hier wordt beschreven. En dat zien we in vers 17 staan. Dat God dan ook zegt van, hij zal u barmhartigheid betonen, zich over u erbarmen en u talrijk maken. In het Hebreeuws zie je dus een dubbele barmhartigheid staan. De uitleg is, volgens het Jodendom, dat God geeft zijn erbarming over jou, in jou, zodat jij ook erbarming kan hebben aan een ander. He will give you that character of compassion when, as we read in verse 19, you hearken to the voice of God to keep all his commandments, which I command you this day. Als je dus doet inderdaad wat God van je vraagt, dan ontfermt hij zich voor je en over je heen, zodat je zelf ook met ontferming wordt bewogen. Dan lezen we verder in vers 18. Hij verandert je karakter, want dan luistert gij naar de stem van de Heere, uw God, om al zijn geboden te onderhouden, die ik u heden opleg, door te doen wat recht is in de ogen van de Heere, uw God. Ironically, by going to battle, but going to battle as God commands, these actions that we might expect would make us more inured to violence will help to inculcate in us the attribute of compassion
because we faithfully follow the commandments of God. En juist dat maakt dat het volk van God anders ten strijde trekt. Ze weten dat de Heere God in hun midden is. Ze weten ook dat ze gehoorzaam moeten zijn aan de Heere God. Ze weten ook dat de Heere God hen zal zegenen, zijn ontferming over hen zal uitstorten, zodat zij zelf ook tot een zegen of tot een ontferming zullen zijn. Dus het gaat heel ver, het werkt door op dat moment in de strijd, maar ook verder in hun levens. So then, one important lesson that emerges from what we read about a time for war in the Torah is that ironically, by our faithfully following God, we become, through even our observance of these laws that seem to be the very opposite of compassion, more compassionate people. We become more faithful to the commandments of God, and even in the time of war, then, we prepare ourselves to be the compassionate people we need to be in the time of peace. En dat is een opmerkelijke conclusie, dat juist in een tijd van oorlog, als de soldaten hier zich heel bewust van zijn, alles wat ik net genoemd heb, dat zij zich oefenen om juist ook in tijd van vrede, ontferming en compassie te tonen met hun medemens, als het wel makkelijker is. Want een tijd van oorlog is natuurlijk een moeilijke omstandigheid. En juist daarin verwacht God gehoorzaamheid, zodat je dat in vredestijd ook zal doen. Besides this first dimension that pertains to what the Torah teaches us about how to do battle, how to go to war, as specifically becoming more compassionate, there is, of course, the other side of this coin. En juist na wat we nu hebben geleerd, hoe God in zijn woord heeft voorzien, hoe het volk ten strijde moet trekken, hoe het zich moet gedragen om juist barmhartigheid te tonen en daaruit ook te leren, is er natuurlijk wel een andere kant van de medaille. Being prepared to go to war, being prepared to fight evil, means we do not make our peace with evil. We are indeed dedicated to fighting evil wherever we find it. En wij horen altijd voorbereid te zijn om het kwade te bestrijden, welk gebied dan ook. En het is belangrijk om te weten dat wij nooit een verbond of compassie zullen tonen als iets vanuit de duisternis komt. We saw that manifest in the compassionate Abraham going to war. Je zag het inderdaad hoe Abraham reageerde toen zijn neef Lot was ontvoerd. Hij bedacht zich niet en trok gewoon op in de strijd. On a more personal plane, we see it manifest in the life and times of Moses growing up in Egypt. En we zien het ook in het leven van Mozes als hij opgroeit aan het hof van Egypte. In Exodus chapter 2, verse 11,
He saw an Egyptian smiting a Hebrew, one of his brethren. We kijken even naar Exodus 2, daar wordt dat in besproken. We kennen het verhaal natuurlijk dat hij inderdaad twee mannen ziet vechten, Mozes, en dan inderdaad zegt er gaat mee bemoeien, want hij springt in de bres voor zijn broeder. In verse 12, and he looked this way and that way, and when he saw there was no man, he smote the Egyptian and hit him in the sand. Vers 12, en hij keek naar alle kanten, en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. And as we've noted in the past, perhaps what is indicated by he looked this way and that way is Moses sees evil. He sees this Egyptian smiting an innocent victim, and he can't believe it. So he looks this way, that way. See, who's going to intervene? Who is going to stand up and fight evil? And he sees there's no. And we have no man. We hebben dit in het verleden ook wel eens behandeld, en het is opmerkelijk juist omdat Moses dus alle kanten opkijkt. Maar de uitleg van deze tekst is juist dat Mozes heel erg verbolgen is over het gedrag van een Egyptenaar die een onschuldige man zomaar heel hard slaat. En hij springt in de bres, overmeestert de Egyptenaar, kijkt naar links en naar rechts. Maar meer om te kijken van, is er dan niemand die mij meehelpt? Is er dan niemand die inspringt om te vechten tegen dit kwade? En dat maakt hoe Mozes reageert. When he realizes there is no man, he realizes he is the man. If evil is going to be stopped, it's only going to be stopped because he's going to stop the evil. Hij realiseert zich op dat moment, als hij omkijkt, dat er gewoon niemand anders is die hem kan helpen. Iemand moet het kwade stoppen. En hij is dus degene die het kwade op dat moment moet stoppen. Want anders wordt het niet gedaan. So he smote the Egyptian. So hij slaat de Egyptenaar. And the next day, when he sees two men from among the Hebrews fighting with one another, again, he can't remain silent. He sees evil and he cannot refrain from fighting evil, from opposing it. So he says to the assailant, why are you hitting your fellow? En de volgende dag, dat lezen we in vers 13, toen hij op de volgende dag uitging, zie, daar waren twee Hebreeuwse mannen aan het vechten. En Mozes werd er helemaal verbolgen van, want hij staat weer op tegen het kwade. En hij zegt tot de schuldige, waarom slaat gij uw naaste? Well, what results from all of this is that Pharaoh hears about Moses smiting the Egyptian and seeks to slay Moses. So Moses needs to run for his life to the land of Midian. Na dit alles was het gevolg dus inderdaad dat Mozes moest vluchten voor zijn leven. Want Farao wist dat hij een Egyptenaar had gedood. En ondanks dat hij was opgesprongen tegen het kwade, Mozes dus, werd hij zelf een beetje het slachtoffer en moest vluchten. En hier is Mozes sitting by a well in a strange land where he knows no one. And he ended up in this predicament because he, we would say, stuck his nose in and got himself involved where he didn't need to get himself involved. And then what he sees is, once again,
an act of evil, that the daughters of the priest of Midian draw water and fill the troughs, and the shepherds came and drove them away. What happens? Moses can't hold himself back. He stood up and saved them and watered their flock. Zie je dan een herhaling van alles, want Mozes gaat bij een bron zitten en eigenlijk gaat hij zich weer met dingen bemoeien wat hem eigenlijk niet aangaat. Maar hij ziet kwaad, hij ziet onrecht en Mozes is Mozes en hij kan zich daar niet stilhouden en gaat zich ermee bemoeien. And once again, when we consider this in purely practical terms, it's crazy. That is, he doesn't know anyone. No one is going to come to his defense. He's getting into a fight with all the shepherds. He's already gotten into enough trouble by getting involved in trying to thwart evil when he was in Egypt. But he doesn't stop. Because evil, wherever it appears, must be opposed. It must be fought. En dat is opmerkelijk inderdaad, want dat lezen we dus ook in vers 17. Mozes ziet dus inderdaad het onrecht, hè, met de meisjes en de herders inderdaad. Ze willen hun water putten. En Mozes heeft niemand die hem kan helpen. Toch staat hij op om dat onrecht wat hij ziet, het kwade, te bestrijden. En niemand kan hem helpen met al die herders. Maar Mozes gaat toch de strijd aan. En we read in Leviticus chapter 19, verse 16... You shall not stand idly by the blood of your neighbor. En in Leviticus 19 wordt dat ook heel expliciet gezegd in Gods woord. Leviticus 19 vers 16. Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan. Gij zult uw naast niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. This is a message we also learn indirectly in Deuteronomy chapter 22. In verses 26 and 27. Deuteronomium, Sligha. Chapter 22, verses 26 and 27. We zien dat ook in Deuteronomium 22, vers 26 en 27. Even kijken. If a woman is betrothed and another man seizes her, then if he seizes her in a field outside of the city, then we presume only he is guilty and she is not. Why not? Because she cried out to be saved. It was a rape and there was no one to save her. En wat hier dan ook staat in Deuteronomium 22, vers 25, 26, dan zie je dus inderdaad dat een man zich vergrijpt aan een vrouw in het veld, terwijl er niemand bij is. Alleen in dit geval is dus de man schuldig, niet het meisje. Want er is niemand die haar kan bijstaan en helpen. Want waarschijnlijk is ze helemaal alleen geweest, ze heeft wel geschreeuwd, maar er kwam geen hulp aan. Dus hij is schuldig en wordt alleen gestraft. Which of course teaches us that if there would have been anyone to save her, he should have done so. He could have been killing the assailant. You save the victim. You always save the victim from the assailant. Het belangrijke principe wat hier achter zit, want stel dat iemand in de buurt was geweest van deze verkrachting, dan zal diegene zo moeten reageren van, hey, je ziet onrecht, je staat op, je springt tussen beiden, ten nadele natuurlijk van de geweldige, de geweldenaar in dit geval. Ja, en je doet met hem je doet hem dan recht, zeg maar. Je verslaat hem sowieso. Want je kan niet stilzwijgend voorbij lopen en niks doen. You are duty bound always to fight evil wherever it appears. Overal waar het kwaad zichtbaar naar voren komt, heb je de verantwoordelijkheid om het te bestrijden. This, in the language of Scripture, is called the Spirit of God coming upon you. En in de Bijbel wordt dit vaak genoemd, dat de geest van de Heere God je aangrijpt of op je komt. When the prophet Isaiah, in chapter 61, verse 1,
states, the spirit of God the Lord is upon me. That is the spirit of God that anoints me to bring good tidings to the humble, to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the eyes to them that are bound. In verse 2, to proclaim the year of God's pleasure and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Isaiah 61, vers 1 en 2. De geest des Heren is op mij, opdat de Heren mij gesalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart en om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor gebonden een opening der gevangenis, om uit te roepen een jaar voor het welbehagen des Heren en een dag der wraken van onze God. And repeatedly in the book of Judges, we likewise read of the Spirit of God. En we komen dit ook tegen in Richteren, hoofdstuk 3. In Judges chapter 3, verse 10, the Spirit of God comes upon Othniel, the son of Knaz, to go to war against Cushan-Rishathaim, the king of Aram. Even kijken, want dan zie je dat ook staan, dus in Richteren 3, vers 10. De geest des Heren kwam over hem, hij richtte Israël en trok uit ten strijde. Zie hetzelfde beschreven, en dat gaat over Othniel, de zoon van Kenaz, de jongere broer van Caleb. In chapter 6, in verse 34, the Spirit of God comes upon Gideon, and Gideon goes to war against the Midianites and the Amalekites. We zien het ook in Richteren 6 staan, vers 34. Toen vervulde de geest des Heren Gideon, hij blies op de hoorn. In chapter 11, verse 29, the Spirit of God comes upon Jephthah to go and fight against the army of Ammon. We zien het ook staan in Richteren 11, vers 29. Toen kwam de geest des Heren over Jephthah en hij trok Gilead en Manasseh door. Ook hij werd vervuld met een van de Heilige Geest, van de Geest kwam op hem. The Spirit of God is the Spirit to go and fight the battles of God against the forces of evil. Dus als mensen worden gevuld met de Geest van God, is het om de rechtvaardige oorlogen of de strijden tegen het kwade. Want dat is waar het eigenlijk altijd tegen gaat, waar God de mensen voor gebruikt. Altijd om het kwaad te bestrijden. It is likewise the Spirit of God in the second book of Chronicles, chapter 20, verse 14, that comes upon the prophet Yahaziel, son of Zechariah, in bidding him to encourage the righteous king Jehoshaphat, likewise in going to war, with the realization, as expressed in verse 15, that the battle is not yours, but God's. En het wordt ook beschreven in 2 Kronieken, hoofdstuk 20. Even snel opzoeken. Which verse, Rabbi Chaim? In the second book of Chronicles, in yes. Chapter 20, verse 15. 15. 2 Kronieken, hoofdstuk 20, vers 15. En dan staat er, en hij zeide, luistert geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Jozefat. Zo zegt de Heere tot u, wees niet bevreesd en word niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God. And it is similarly the Spirit of God that comes upon the kings whom God anoints over Israel in fighting the battles of God. En je ziet het ook vaak beschreven dat de geest van God komt en rust op de koningen van Israël als ze ten strijde trekken tegen het kwaad. Het zijn heilige oorlogen, zeg maar. Het zijn goddelijke oorlogen waar God zijn
mensen voor gebruikt en berust en uitrust met zijn geest. In Samuel 1, chapter 11, verse 6, the Spirit of God came mightily upon Saul. We lezen dat ook in Samuel, in 1 Samuel, hoofdstuk 6, de geest van de Heer kwam krachtig over Saul. And in chapter 16, verse 13, the Spirit of God came mightily upon David after being anointed by the prophet Samuel. En we zien het ook in 1 Samuel, hoofdstuk 16, dat de geest van God krachtig over David kwam nadat hij was gesalfd door de profeet Samuel. And in Isaiah chapter 11, verse 2, the Spirit of God rests upon the one who comes forth from the stock of Jesse, the Messiah, again in fighting the battles of God, the battles against evil, wherever it appears. En het is ook wonderbaarlijk beschreven in de profeet Jesaja. Daar wordt dus geschreven van de geest van de Heer rust op hem. En dan gaat het over de Messias, die ook wordt gebruikt om de strijd van de Heer te strijden. So, yes, there is a time for war. There is a time to do battle, because the forces of evil must be defeated. Dus er is een tijd van oorlog. Er is een tijd van strijd. Want de krachten van het kwaad en achter het kwaad zullen altijd bestreden moeten worden. Moreover, an additional dimension, it is only through defeating the forces of evil that the glory of God is revealed in the world. Want het is ook zo dat alleen als het kwaad wordt bestreden, dan kan ook de glorie van God zich helemaal openbaren. Now we don't need the glory of God to be revealed to do a favor to God. We need the glory of God revealed to save the world. The glory of God is the glory of truth, of righteousness, of goodness, of justice. That glory needs to be proclaimed in the world for all to see. En wij hebben de glorie van God niet nodig, of tenminste we hoeven hem niet in de aarde of op de aarde te brengen voor de Heere God. Maar de glorie van God moet tentoongesteld en geopenbaard worden in deze wereld, omdat het de glorie is voor onszelf, van Gods waarheid, van zijn rechtvaardigheid, van zijn licht, van zijn heiligheid. En dat moet de wereld weten. In Exodus chapter 14, when the cavalry of Egypt is destroyed in the sea, when God goes forth to do battle against them, then God is glorified. In verse 18 we read, the Egyptians will know that I am God when I will be glorified through Pharaoh, through his chariots, and through his horsemen. In Exodus zien we dat ook terug, Exodus 14, vers 18. En de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben, doordat ik mij verheerlijken zal aan Farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. Hier wordt dus Gods glorie openbaar gemaakt. And even more so in the future. In the last chapter of Isaiah, in Isaiah chapter 66, in verse 16, for by fire will God enter into judgment, and by his sword with all flesh, and the slain of God will be many. En we zien dat ook terug in het einde van Jesaja, waar, which verse? Yes, Isaiah 66? Yes, chapter 66, verse 16. Jesaja 66, vers 16, dat is een blik op de toekomst, waarin wordt geschreven, te vuur en te zwaard zal de Heere gericht oefenen over al wat leeft, en de door de Heere verslagenen zullen talrijk zijn. En hierin verheerlijkt ook de Heere God zichzelf, doordat hij recht zal spreken. And once the battle is done, in verse 18, I will gather all nations and tongues, and they will come and see my glory. Vers 18. Want ik ken hun werken en hun gedachten. De tijd komt om alle volken en talen te vergaderen. Zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien.
And verse 19, they will declare my glory among the nations, the glory of God, of godliness, of holiness to the world. In het laatste stukje van vers 19 zien we dat ook. Die de tijding aangaande mij niet hebben gehoord, nog mijn heerlijkheid hebben gezien, opdat zij mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen. Likewise, the prophecies of the final battle against God, fought by the nations here in Jerusalem. In Ezekiel chapter 38, the battle of Gog and Magog, and when it is over, in verse 23, thus will I magnify myself and sanctify myself, and I will make myself known in the eyes of many nations, and they shall know that I am God. We zien dat ook in Ezekiel 38, vers 23, de strijd en de oorlog van Gog en Magog, die wordt uitgevochten op het laatst, op het einde der tijden in Jeruzalem. En er staat van geschreven hoe dat zal eindigen. Ik zal mij groot en heilig betonen en mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. And likewise, in Zechariah chapter 14, when God gathers all nations against Jerusalem to battle, in verse 2. En ook komen we dat tegen in Zacharia hoofdstuk 14, vers 2, wanneer God iedereen zal vergaderen om op te trekken tegen Jeruzalem. Verse 3, God goes forth and fights against those nations. Vers 3, dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden. And again, the consequence of that final battle in verse 9, and God will be king over all the earth. In that day, God will be one and his name one, and everyone will know it. En ook de uitslag van wat dan volgt is hetzelfde. De conclusie, het doel is hetzelfde. En de Heere, dat zien we in vers 9, en de Heere zal koning worden over de gehele aarde. Ten dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Until that day, until all the nations, everyone on earth knows that God is one and his name is one. There is unfortunately a time for war. En totdat deze dagen komen, op het einde der tijden, wanneer God weer God ten strijde trekt om zijn eigen heilige naam te verheerlijken over de volkeren heen, tot die tijd zal er een strijd te voeren zijn, zal het oorlog zijn. En hebben wij daarmee te maken. We never crave war. Wij zullen ons nooit uitstrekken zomaar tot oorlog. But neither are we blinded by our longing for peace. To think that we've already reached that final destination when war will be a thing of the past. And wij kijken er naar uit natuurlijk dat het uiteindelijk vrede zal zijn. En dat het alleen nog maar een gedachte is van het verleden toen er nog oorlog was. Maar tot die tijd, daar zijn we nog niet. That indeed is the final goal. And it is with that goal that we conclude with the words of the prophets. Het is het uiteindelijke doel natuurlijk wel. Die uiteindelijke grote vrede die er zou komen. En wij kunnen onze conclusie daarmee trekken samen met een van de profeten. It doesn't happen now. The world isn't yet ready for it to happen. Het hoeft nu nog niet plaats te vinden, want misschien is de wereld er nog niet klaar voor. But in the words of the prophets Isaiah and Micha. Maar we kijken er naar uit en dat wordt beschreven in de profeten Jesaja en Micha. It will come to pass at the end of days the mountain of God's house will be established as the top of the mountains and be exalted above the hills and all nations will stream to it.
Jesaja 2, vers 2. En het zal geschieden in het laatste der dagen. Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volken zullen derwaarts heen stromen. Once all the nations realize, for out of Zion will go forth teaching and the word of God from Jerusalem. Want ooit zal iedereen zich realiseren dat Gods woord en Gods Torah zijn onderwijzing voortkomt vanuit Jeruzalem. But only once they realize that, then in verse 4, there will beat their swords into plowshares and their spears into burning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. Vers 4, want het is alleen als de volkeren zich dit echt gaan realiseren en te harte nemen, dan zal ook uitkomen wat in vers 4 staat beschreven. En hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige naties. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omzweden en hun speren tot snoeimessen. En geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En expressed in Micha chapter 4 verse 4 the following words to that promise of not learning war anymore. They shall sit every man under his vine and under his fig tree, and none shall make them afraid, for the mouth of the God of hosts has spoken. En we zien het ook in Micha 4 vers 3. En hij zal richten tussen vele volken en recht spreken over machtige naties tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En zij zullen de oorlog niet meer leren. We've noted this many times. So long as the forces of evil remain. En we hebben het vaak opgemerkt in het verleden, zolang de machten en de kwade machten nog bestaan. Indeed, so long as people think that they all have their own different, separate goals to advance. En ook zolang de mensheid en de mensen persoonlijk allemaal verschillende soorten doelen nastreven, verschillende soorten intentie daarachter ook hebben. Then each one says, either I knock you out of my way or you knock me out of your way. And peace is impossible. Dan is er geen vrede nog mogelijk. Want de een zal tegen de ander zeggen, ik sla jou aan de kant om mijn doel te bereiken. En de ander zal het streven hebben om de ander te vertrappen of van zich af te slaan of uit zijn ruimte te slaan om zijn doel te bereiken. It's only once we all realize that we have one goal. Many different missions in advancing that one goal, but one goal for us all. Pas als wij ons realiseren dat we eigenlijk allemaal één gemeenschappelijk doel hebben, we kunnen verschillende missies hebben, maar met één gemeenschappelijk doel. Then I want you to advance in your mission and you want me to advance in my mission because both missions are part of attaining that one goal of coming to God. En dan zullen we ook kunnen participeren in elkaars missie, want we weten dat we het gezamenlijke doel nastreven en dat is het dienen van de Heere God. Only then does war become absurd and every man sits under his vine and under his fig tree and none shall make them afraid. Want dan is het inderdaad absurd om oorlog te voeren, want je hebt een gemeenschappelijk doel. Dan zullen ze inderdaad nederzitten, ieder onder zijn eigen boom. Only then will we see the complete fulfillment of God's word to Zerubbabel in Zechariah chapter 4 verse 6. Alleen dan zullen we echt aanschouwen wat geschreven staat in Zechariah 4 vers 6. A time for war is never the final goal. Rather, not by might nor by power, but by my spirit, says the God of hosts. En daar staat geschreven, hij antwoordde mij,
Dit is het woord des Heren tot Zerubabel. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. May we merit seeing the world readied for God's Spirit and for a time of peace. Dat wij de getuigen van mogen zijn dat de wereld zich voorbereidt om God te laten openbaren, maar ook voor Gods vrede. God bless you. God zegent jullie.